enkel aan voetbal, maar nu met die muziek is dat toch ook wel heel wat voor de gasten. We hebben nu een videoclip, de cd is uitgebracht. We hebben ook jongens van buiten voetbal die al kwamen kijken en zo, die nu ook hun talent konden tonen. Dus ja, super effect. Ja. Heel professioneel gemaakt, dat was mijn eerste indruk. En ook heel leuk, hè. Je ziet mensen van alle soorten en kleuren die hier in het plat ontstaan. We beginnen over het feestje. Maar ook de professionele voetballers die meedoen. Een beetje Portugees, een beetje Oostens, een beetje Nederlands, een beetje Engels. Heel leuk gedaan. Samen met straathoekwerk, ik vind het echt heel goed. UKV, le Scanesi, c'est l'unité. La rue, la rue, la rue. Franchement, je suis pas trop bien dans la musique, mais on essaye de faire le maximum et on essaye de faire plaisir aux personnes ici. J'essaie de faire mon mieux, mais voilà, avec les gens qui sont ici, très sympathiques, je me sens à l'aise, je me sens bien pour essayer de faire le mieux pour eux. Parmi les joueurs de KV Ostende, il y a du talent pour la musique? Oui, je pense qu'il y a du talent, mais on peut dire que c'est du talent caché. Talent caché, oui, effectivement, talent caché. Mais c'est à eux de faire sortir ça. Mais on a entendu. Et qui surtout? Ah, Fernand. Ah ouais? Ah oui, 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 oui. Mais il se retient. Il se retient, oui, oui. Lui-même, il sait, il se retient. Dat klopt, de filosofie is juist de filosofie van KVO, van Klein Verhaal, van La Rue, van Simon. Het is een zomerhit, het is een leuk, goed nummerke met veel street credibility en dat past bij KVO en bij La Rue. Ik denk dat een sportclub zoals KVO sowieso ook een maatschappelijke functie heeft en dat is een groot en duur woord. Maar in de feite is dat dingen zoals dit hier. Hè. Dat is dat het straathoekwerk dat toch mensen moet motiveren. Mensen die het soms moeilijker hebben gehad. En die een samenwerking met een grote ploeg, dat kan toch heel motiverend zijn. Die mensen doen hier iets wat heel wat mensen nog niet gedaan hebben. We willen met de inkomsten van de cd, willen we jongens die niet kunnen voetballen omdat ze geen schoenen hebben, willen we schoenen kopen van de gasten. Jongens die geen muziek kunnen opnemen, niet naar studio kunnen gaan, omdat ook studio tijd kost veel geld. Kunnen we kijken van oké, waar kunnen ze opnemen? Nieuwe ballen kopen voor te trainen. Oh ja, het zijn allemaal mogelijkheden dat we kunnen doen met de opbrengst van de verkoop van de cd. Waar droom je van om met deze single toch ergens te geraken misschien? Deze joint venture met drie à vier organisaties is eigenlijk al een droom zelf, omdat iedereen die eraan meegewerkt heeft eigenlijk zeer content is erover. En dat we het ook op zeer korte tijd ook fysisch op een cd gekregen hebben met de clip erbij. Dus als ik nog een bescheiden droom mag hebben, is het zoals dat Bram zei in de Tijdloze 100. Waar is de gender? Waar is de gender?